Op donderdag 21 december werden de wegwerkzaamheden in het centrum van Mil officieel afgerond. Hiervoor was een bijeenkomst georganiseerd in cultureel centrum Millisweert in Mil, waarbij bewoners, ondernemers en alle andere belangstellenden welkom waren. Fijn dat jullie er allemaal zijn op deze opening van de Hoogstraat en de Oranjeboomstraat hier in het centrum van Mil. Waarmee we eigenlijk voorlopig, zeg ik maar even, tot een einde komen van de werkzaamheden hier in het centrum. Mijn naam is Jeroen Thomassen, ik ben projectleider bij de gemeente Land van Kuik. Voorheen heb ik bij de werkorganisatie CGM gewerkt en dat is ook eigenlijk de tijd waarin we zijn begonnen met dit project. Na een terugblik door Jeroen Thomas op hetgeen dat de laatste jaren in het Milse centrum zoal gebeurde, was het woord aan gebiedswethouder David Seules van de gemeente Land van Kuik. Een punt van aandacht is zoals op heel veel plekken, het parkeren. We realiseerden ons ook dat er bij bestaande woningen ook extra behoefte was aan parkeerplaatsen. En natuurlijk moesten we ook voorzieningen treffen voor de nieuwe bewoners van de appartementen. En het resultaat mag er dan ook zeker zijn. Een prachtige parkeerplaats aan het Kees Bastiaansplein, volledig afgekoppeld van het riool en met oog voor duurzaamheid en toekomstige generaties. En vandaag gaan we dit allemaal samen met u gezamenlijk openen. Degene die de buurt echt maken tot wat het is, de bewoners. En we gaan zo meteen ook met z'n allen, tenminste als het weer het een beetje toelaat, met z'n allen naar buiten om het resultaat te bewonderen. Om gezamenlijk een korte wandeling dat het gaat worden te maken. Dank jullie wel voor jullie betrokkenheid en inzet. En laten we samen een mooie ochtend van maken. Dank u wel. Na de bijeenkomst in cultureel centrum Millisweert in Mil vertrok het gezelschap richting de Hoogstraat. Daar werden passanten verrast met cadeaubonnen. Deze werden beschikbaar gesteld door leden van het ondernemerscollectief Mil om te vieren dat het Milse centrum na vele jaren wegwerkzaamheden weer eindelijk goed te bereiken is. De camera van Omroep Land van Kuik kon door het slechte weer helaas niet meer naar buiten. Overigens worden de wegwerkzaamheden in de Oranjeboomstraat pas afgerond na de realisatie van Villa Oranje. Dit zal medio 2025 zijn.